Hey, Daddy Flashwafel hier en mijn video is daar straks onterecht geclaimd geweest door de VRT. Ik heb namelijk citaatrecht. Dat wil zeggen dat ik niet moet informeren over auteursrechten als mijn video bijvoorbeeld kritiek levert of een onderwijzende functie heeft, wat in dit geval het geval is. Ook proportioneel ben ik in orde, mijn video duurt 12 minuten, die van jullie 6. De bronvermelding is ook gebeurd en jullie video is ook concreet uitgebracht door jullie al. En ik mag volledig dit doen, jullie hebben mij onterecht geclaimd. En dat is heel gênant als overheidsbedrijf uw eigen wetten niet opvolgt. Ook is het heel typisch dat het enige waar jullie niet 10 jaar mee achterlopen is, het onterecht claimen van andere mensen hun content is. Doe dat nog eens en ik haal allemaal gênante verhalen over jullie boven van mijn stageperiode. Laat me gewoon met rust, deze was allemaal grappig, ik verdien zelf geen fuck mee, geniet van de video boys, doei doei. Hey, dag wafeltjes allemaal. Zoals sommigen van jullie gezien hebben, was ik ook op de traditionele media erg aanwezig vorige week. Want ik heb namelijk deelgenomen aan Mama's Kindjes, een leuk programma waarin je samen met je moeder op zoek gaat naar de ware liefde. En enkele trouwe fans hebben aan mij laten weten dat er vandaag de online aflevering is, de extended version, de director's cut. En ik zou mezelf niet zijn als ik er niet snel een reactievideo uit probeer te melken. We gaan vandaag reageren op de video waar Mies en ik elkaar ontmoeten en misschien wel de ware liefde vinden. Spoiler alert, we didn't. Normaal gezien zou ik een hele greenscreen hangen, maar omdat ik nog altijd een beetje bitter en verzuurd ben van hoe dit verhaal is afgelopen, ga ik gewoon een greenscreen rond mezelf draperen en dan zien we daarna wel wat dat geeft of niet. Oké, ik ben helemaal klaar voor, ik hoop jullie ook. Ik wil vragen wat die Crocs is. Ah, fuck. Ja, dat vinden ze grappig bij de VRT, hè? Crocs. Dat is wel cringe als iemand Crocs heeft. Daarmee openen, sterk, let's go. Oh nee, Mies. Alles voor de liefde. We hebben al paar tactische leugens besproken in de auto, dus... Nice. Gaat helemaal goed. Nice. Stel. Lekker, chill. Ze hebben mij direct al afgeschilderd als een vlotte, sociale, toffe kerel. Heel accuraat, 10 op 10 montage voorlopig. Lekker, lekker, lekker. Stel, wat stellen we vandaag? Je gaat op date. Mm-hmm. Je neemt alle twee uw ma mee. Hoi. Hallo. Het is ook komisch als ze zo AN doen... Met dan zo gus in, want het moet nog altijd appealing zijn voor de jeugd natuurlijk. Oké, ik ben veel te snel aan het onderbreken. Let's gewoon go a little bit. En alleen zij mag praten. Aan de ene kant, Mies. Ach, Mies. The one that got away. Films by Mies heten. Onnodig condescending van die narrator. What the fuck doe jij? Hij spreekt internetfragmenten in gasje, dus... Ze zoekt een soulmate die af en toe een domme mop dropt. Dat ben ik. Aan de andere kant, geen mop. Wel, thanks. Een filmdraaier. Overdreven? Arno. Filmdraaier? Ik heb ook al nergens ingevuld. Het is wel beter dan werkloos natuurlijk. En Arno is op zoek naar iemand die zijn rozenshort met flamingo's wel kan appreciëren. Dat is mijn enige criteria voor een relatie inderdaad. Je mocht me slaan, je mocht me vernederen, je mocht me psychologisch de grond inboren. Zolang dat je mijn rozenshort mooi vindt, ben ik een en al game, baby. Let's go. Dat gaat wat geven. Dat is Mama's Kindjes. Zie je dit nog zitten? Nee. Oké, ik onderbreek weer al. Nee, ik onderbreek niet. Wel, ik onderbreek wel. Nee, ik onderbreek niet. Go. Oh, maar ja. Alles voor de liefde, hè. Hoe ziet de kamer van Mies eruit? Oh. Als je in een doordeweekse dag in haar kamer komt, moet ik wel zeggen dat de kleren op de grond liggen. Same. Ik kan er Same. Niet overlopen. En dat vind ik wel heel raar. Want het is zelf zo verzorgd, vind ik. Maar de combinaties van kleding... Ja, ik was dezelfde reactie aan toen hier als toen er tijd in... waar was het? Gent? Waarvan dat je denkt... Zo roze shorten met flamingo's op en zo, het kan wel. Oei. Dat is toch wel heel erg. Bruh. De roze flamingo-shirt wordt hier dan blijkbaar de roze draad doorheen het verhaal. Ja, tof. Je moet iets kiezen om een heel narratief rond te spinnen. Maar wat mensen niet snappen is hoe verlicht ik ben. Op vlak van kleding. Ik heb het derde niveau van consciousness 2 jaar geleden al bereikt. Wat wil zeggen, ik geef geen ene fuck. Maar toch, slodder was. Dat is herkenbaar. Van tijd tot tijd. Fair. Een goede poetsvrouw zou misschien toch wel aangewezen zijn, dan denk ik. Ja, zover gaan we nu nog niet plannen. Nee. Voet op de rem, ja, goed, moeder van Mies. Lekker. En die wil Arno? Ja, er hangt ook niet veel aan de muur. Alleen een bar om zich op te trekken. Okay. Maar niet oh. Dat hij daar veel what doet, the fuck, ik, moeder? Is... Bullshit. Maar zo voor de... Jullie gaan nu meekomen en kom ik nu zien. Bart? Fuck you, canvas!
We zijn wederom fake news aan het verspreiden, boy. Ik ben in bloedvorm. Ik ben een Griekse god als het op optrekken aankomt. Hoeveel zijn er? Ik hou er tel niet eens bij. Dit is niks voor mij. Niks. Ik ben zelfs nog... Ik kon nog voortdoen, maar ja, we moeten ook voort met de video. Zo'n leugens en laster dien ik niet. Dien ik echt niet te tolereren, dames en heren. Nochtans, hij ziet er toch goed uit? Dank je, moeder van Mies. Jij ook. Mies is nog supposed geweest in het Mukka. Het is een heel belangrijke job, hè? Vooral op de stoel zitten en goed uitkijken. Ja. Ik ben meer en meer verliefd op te worden op de moeder, ja, eigenlijk, nu ik deze terug zie. Ja, hij heeft een filmpje gemonteerd dat hij in het Mukka heeft gehangen. Promofilmpje, geen kunst. Was het filmpje aan de muur? Ah, nee. Oh. Nee, het was eigenlijk een promofilmpje dat in de cafetaria. Ja, fair is fair. Oeh, ja, vies. Vies gedaan in de montage. Een serie, Films by Mies. Ah, voilà. Dat moeten we zeker maar eens opzoeken. Ja, het is leuk. Heb ik gedaan, het was een moeite, goede follow. Take it away, boys. Leuk om te zien dat in Capelle er toch nog mensen wonen. Grapje. Broer, toen lachte ik voor de camera, maar Capelle is een metropoolgast. Nieuw cultureel centrum gebouwd. Wij hebben een winkelcentrum. Er is zelfs een museum. Er is een museum. En dat is het zo'n beetje. Dus al alle hierheen. Laat onze toeristische wereld boomen. Mies is wel iemand die dat eerst... nog wel de wereld zo'n beetje wil verkennen. En hopelijk dus dat samen met iemand, waarmee dat je samen kunt groeien en het traject kunt afleggen. Ja. En op vlak van de liefde wil ik haar wel graag tips geven. Al mijn geld steekt in Bitcoin of Pokémon, dus ik kan u niet echt verre reizen laten doen, Mies. Dus you dodged the bullet right there. Geen duurzame relaties gehad. Maar ze heeft kijk, wel zo kei bezorgd, shit. En gekust en... Wat? Nog geen duurzame relaties gehad? Dat wil zeggen dat ze niet de moeite waard is. Dat was mijn blik, maar... Dat is niet waar, hè? Dat was maar voor de camera's. Let's go! Uitgebreide vriendenkring die door elkaar loopt. Soms denk ik, dit is een vriend van mijn zoon, maar dan komt hij toch uit de kamer van mijn dochter misschien. En er is niet zeker niet vertellen. Nee. Nee. Ik denk dat het nu al 2 jaar geleden is dat hij een vaste relatie heeft gehad. En hij heeft er wel zin in. Hij staat er zeker voor open. Ik denk dat Mies vooral... Ja, kijk, je kan openstaan voor een relatie, maar je moet niet op zoek gaan naar de liefde. De liefde vindt jou wel. Uiteindelijk. Op zoek is naar een soulmate. Af en toe is ze wel wat onzeker. Hè? Heb ik graag. Ik denk dat hij absoluut niet zit te wachten op iemand die hem... exclusief voor haar alleen wilt te wachten. Ah, dat vind ik toch nog... Ik ben wel een beetje een manhoer. Dat moet wel gezegd worden. Als er een dame gewoon lief naar mij glimlacht, dan bedrieg ik mijn huidige vriendin. Sorry, zo zit ik nu eenmaal ineen. En dan moeten ze erbij nemen. Sorry, je moet uw waarde kennen en ik mag u bedriegen. En dat is gewoon hoe dat zit. Patriarchy, baby! Let's go! Moeilijk, hè. Want, ik denk, in de liefde moet je exclusief zijn. Ah. Er moet een vertrouwen zijn, en dat ben ik zeker, want Mies dat ook wel zo. Keep on searching, dat vinden we niet meer tegenwoordig, hè. Swipe, that's all we do, baby. Verkeerd. En ik was aan het praten met iemand, en dat bootje was omgedraaid. Dus die was eigenlijk een beetje aan het verdrinken, totdat iemand zei van, mevrouw, uw kind is onder water. En nu, als hij vindt dat ik op mijn plaats gezet moet worden, dan zegt hij, jij bent een slechte moeder, want jij hebt mij ooit eens laten verdrinken. Accuraat, dat is de grappig. Guilty. Dat is wel grappig, ja. Dat klopt allemaal. En ik had het echt hilarisch gevonden. Allee, ik had ook wel dood geweest, maar ik had het echt hilarisch gevonden mocht mijn moeder die schuld voor altijd moeten meedragen met zich. Dat ze gewoon haar kleine heeft laten verdrinken in een 7,5 meter diep. Had echt een grappig geweest. The pleasure van Mies. Toen ze vernam dat Lana Del Rey kwam optreden in Parijs, heeft ze voor de gelegenheid een bontjas gekocht. Uiteraard nepbont. En sindsdien is ze onafscheidelijk... met die jas. Het liefst van al nog onder de Adidas trainingbroek met sneakers en dan is ze op haar best. Ja, Mies' stijl is wel 10 op 10. Waarom zou ik niet voor jouw zoon gaan? Goeie vraag. Vieze vraag. Waarom zou je niet voor mijn zoon gaan? Je weet, ik moet mijn dochter niet verkopen. Waarom moet je niet voor mij gaan? Ik ben werkloos, ik ben net 1,50 meter groot. Ik maak dit soort YouTube cringe on the regular. Ik heb een Pokémon-verzameling die bij 1000 euro waard is. En voor de rest eigenlijk niks. Voor de rest, goede partij. Let's go.
Okay. Misschien omdat hij een baard heeft. Voilà. Dat is mijn enige pluspunt, moeder. Hij is de veldpunt. Oh, zei ik niks van ja? Ik wist het niet. Baard is een make-up voor hoe de man, zijn ze altijd. Hoe kan een slechte dag voor Mies weer goed gemaakt worden? LL Smooth J over hier. Ik kan Arno masseren. Dat weet ik eigenlijk duizend. Niet. Heeft hij niet echt goed. Niet echt niet gelogen, echt goed. Maar hij kan wel een beetje koken. Hè? En een beetje voor andere verbindmomenten. Ha, vies, nee. Ja, ik ga het censureren, dat is vies. Denk ik voldoende vinden om een slechte dag kapot te maken. Terug goed te maken, hopelijk. Oh. Zullen ze een cupcake krijgen en dus alleen op date gaan? Spannend. Dat beslist mama. Dat was gênant, broer. We moesten echt ervoor, en hebben ze nu dan ook niet echt duidelijk gebruikt, we moesten echt gelijk 30 seconden in mekaars ogen kijken. Maar voor mij geen probleem. Ik ben alpha as fuck. Ik ben de leader of the pack. Woe, woe, woe. Maar toch, desalniettemin was dat een moeilijke onderneming. Maar we hebben het er goed van afgebracht bij de... Ja. Hey. Oké. Okay. Nice. Oeh. Ja, ik heb nog 2 tickets voor een tentoonstelling van Van Gogh. Bij deze nodig ik u uit. Oh, zo'n niet-rolpatroon. Ik ga er met plezier in, ja. Smooth, Mies. Heel Proost. Smooth. Proost. Toen in mijn ogen gekeken. Ik heb wel nog echt net op de val gereden. Oké, ja. Geen risico's nemen op dat vlak. Ik vond het nice. Heel goed gedaan, hè, niet? Zo wat moderne zoomjes, wat geluidseffecten hier en daar. Het is voor het internet, dus er gaan meer jonge mensen naar zien. Die moet je met een korte aandachtspan heel de tijd bezighouden met zo'n animaties als dit. Woe, woe, woe. Kijk, het scherm gaat mee. Woe, woe, woe. Niet wegklikken. Blijven kijken. Woe, woe, woe. Dus ik vond het heel nice. Nog wat nabespreking. Mies en ik zijn effectief naar dat Van Gogh-ding gegaan in de Waagnatie te Antwerpen. Maar dat was nog niet klaar. Wij waren er op openingsdag en er was uitstel. Waardoor wij eigenlijk niet naar die tentoonstelling gegaan zijn kunnen gaan. We zijn dan gewoon iets gaan drinken in de buurt, maar het was middag. We hebben gewoon wat fruitsapjes gedronken. Maar ik had toch wat Van Gogh magie nodig, denk ik, want ik heb heel, heel slecht gedate. Als opscheppen een woord is, dan heb ik niet anders gedaan dan afscheppen. Ik heb mezelf kapot gerelativeerd, al mijn slechte kanten eerst verteld, maar dan op een heel komische, toffe manier. Het was wel grappig, heel gezellig. Maar achteraf stuurden ze ook, of belden ze even en zeiden ze ook van nee, Arno, thanks, but no thanks. En dan neem ik ze totaal niet kwalijk. Een vrouw die weet wat ze wilt, die komt er wel in het leven. En dan al zeker en vast zonder mij. Heb ik nog iets te zeggen? De productie zelf was heel tof, ging vlot. Een beetje beter regisseren volgende keer, Evie. Het was vaak van, we zaten dan allemaal aan tafel, heel onwennig. En dan was de enige regie dat we kregen, ja, begin het gesprek nu maar. Terwijl ik had ook een paar onderwerpen of iets of wat kunnen aanreiken dat het minder gênant werd. Maar dat zijn maar kleine muggenzifte rijtjes van mij. Iedereen bedankt voor het kijken. Misschien kom ik nog wel eens op een traditioneel medium kanaal terecht. Who knows? Blabbedy blue, scoobedy bla.